Het was stil in Nijmegen in de derde week van juli. Geen tienduizenden wandelaars en geen honderdduizenden feestvierders. Het was een klap in het gezicht van Stichting de Vierdaagse dat de 104e editie dit jaar geen doorgang kon vinden. Toch blijven ze positief en hopen ze op het beste voor 2021. Het is iets wat je van tevoren gewoon nooit had verwacht. Nee. Wij hebben het natuurlijk al zoveel jaren georganiseerd en het is ieder jaar doorgegaan en het is alleen maar afgelast, zeg maar, omdat er bijvoorbeeld oorlog was en één keer omdat waren we al aan de wandel, maar toen kon het uiteindelijk door de hitte niet doorgaan. Maar we hebben gewoon nog nooit meegemaakt dat het om zo'n reden niet doorgaat. En het is ook nog steeds het eerste woord dat ik misschien ook wel wilde gebruiken. Nog steeds een soort van ongeloof. En ongelooflijk dat het niet doorgaat. Ook als je... Ik ben hier vandaag weer in het gebouw voor het eerst sinds een paar maanden. En je komt hier weer binnen en het hele vierdaagse gevoel komt weer over je heen. En dan denk je van, oh, het gaat echt niet door. Dus dat is... Zo ontzettend jammer, want we bouwen gewoon het hele jaar toe naar dat ene gigantische feest, die week in juli. En nu gaat dat gewoon niet door. En ik heb er echt wel last van gehad. Wat was nou echt dat punt dat jullie de knoop door moesten hakken van, het gaat niet gebeuren dit jaar? Toen Rutte zei dat we maar moesten wennen aan het feit dat we naar een anderhalve meter samenleving zouden gaan. Toen hadden wij meteen zoiets zo van anderhalve meter voor ons event kan gewoon op geen enkele manier. Je moet met duizenden mensen 's ochtends vroeg starten. En je kan dat niet op anderhalve meter afstand doen. De wegen worden smaller en weer breder, maar die anderhalve meter handhaven gaat voor ons evenement niet. Toen hij dat zei, was het voor ons zoiets van ja, dan wordt het hem niet. Wat voor scenario's hebben jullie allemaal bedacht om die vierdaagse toch door te laten kunnen gaan? Ten eerste om het te verzetten. Dus te kijken of we het later in het jaar zouden kunnen organiseren. Ten tweede om te kijken of wellicht bepaalde doelgroepen niet toe zouden laten. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld dat we het zonder buitenlandse deelnemers zouden doen. Of andere routes, waardoor je wellicht dan of kortere afstanden. Zonder evenemententerrein hebben we het ook nog over gehad. Hè? Dus, het echte vierdaagse gevoel zou daardoor dus niet echt tot z'n recht komen? Totaal niet. Nee, want het is niet een echte vierdaagse zonder bijvoorbeeld defensie of zonder buitenlandse deelnemers. Het gaat gewoon niet. Mensen die vroegen zich heel erg af, wat gaat er met het inschrijfgeld gebeuren? Hoeveel krijgen we nou eigenlijk terug? Gaan we het terugkrijgen? Hoe zijn jullie daarop ingespeeld? Nou, je hebt gezien hoe we daarop hebben ingespeeld. Het is wat we hebben gedaan is zo snel mogelijk gekeken van wat is in ieder geval toch mogelijk om terug te geven. We hebben daar op een gegeven moment ook voor gekozen om in ieder geval een moment te kiezen om zo snel mogelijk terug te geven. Ook al hebben we nog niet alle cijfers paraat, dan weten we het nog niet voor 100% zeker of dit het eindplaatje is. Maar we wilden de mensen in ieder geval zo snel mogelijk het grootste gedeelte van het geld teruggeven. Zodat we het ook af konden sluiten. En dat hebben we gedaan. En dat heb je ook gelezen en gezien. Ja, heel veel festivals deze zomer die roepen ook op van eigenlijk is het beter om het geld even te laten op de rekening waar het nu staat, ook puur om het evenement in de toekomst door te kunnen laten gaan. Hoe is dat voor de Vierdaagse? Want ik kan me ook voorstellen dat nu al het geld teruggegeven is, dat de Vierdaagse wat minder budget heeft voor eventueel volgend jaar of misschien zelfs een alternatief dit jaar. Hoe is dat voor de organisatie? Ja, dat klopt. Dus we hebben de afweging gemaakt. Daarom hebben de wandelaars ook niet het volledige bedrag teruggekregen. Zodat we nog net genoeg ruimte hebben om in ieder geval richting volgend jaar nog te kunnen blijven bestaan. En het evenement weer te kunnen organiseren. Maar dat we niet zeggen van we geven alles terug. En dan betekent ons eigen doodvonnis. Dus dat we
volgend jaar niet in staat zijn om het evenement te organiseren. Want daar heb je toch mensen en middelen voor nodig. Want we zijn er met de hele organisatie, een aantal vaste mensen in dienst, zijn we het hele jaar bezig om het evenement te organiseren. Dus het is zo groot en zo veelomvattend dat je daar gewoon het hele jaar mensen voor hebt om ervoor te zorgen dat er in de derde week van juli weer een heel mooi wandelfestijn is. Dus om voor de mensen die zich heel veel zorgen maken, volgend jaar kan er wel gewoon een vierdaagse plaatsvinden. Als de coronamaatregelen dusdanig zijn dat er een scenario is dat wij de Vierdaagse kunnen organiseren, dan komt er een Vierdaagse. Ja, wij zullen er in ieder geval alles voor doen, want daarvoor zijn we hier op aard, zeg maar, om volgend jaar weer een fantastische wandelfestijn te organiseren. En het nadeel is, we moeten het wel weer redelijk op tijd weten, omdat het zo gigantisch groot is, kunnen we niet, zeg maar, volgend jaar mei pas bedenken dat we in juli een evenement willen gaan organiseren. Dus we zullen alweer vrij snel weer aan de gang moeten en een beetje een idee krijgen van waar we dan volgend jaar naartoe gaan met de Vierdaagse. Kunnen mensen dit jaar toch een kruisje gaan halen? Nee, want ik weet niet of je de reglementen wel eens bekeken hebt van de Vierdaagse. Om een echt officieel kruisje te behalen, moet je aan zoveel voorwaarden voldoen. En wij kunnen op geen enkele manier realiseren dat je toch een officieel kruisje kunt halen. En het is ook zo, het is een wandelprestatietocht. En daar zitten richtlijnen aan. En zelfs hebben wij te maken met de dopingautoriteiten. Die willen dat wij ook ons dopingreglement in orde is. En wij kunnen, en jou, dat kruisje kan je alleen maar krijgen als je aan alle voorwaarden hebt voldaan. En wij kunnen op geen enkele manier iemand een kruisje uitreiken en dan de garantie kunnen geven dat aan alle voorwaarden is gedaan, voldaan. Dus er komt dit jaar geen officieel Vierdaagse kruisje, helaas.